horen zijn, maar hij heeft nog geen antwoord gekregen. Het gaat je geen bal aan? Volgens mij ben je gestuurd. Ik laat het niet sturen, weet je best. Oh nee. Nee, nou hoor ik nog wat. Het was al over voordat het begonnen was. Dit is een antwoord van ja. Dus je bent weer vrij. Ja, vrijheid, blijheid. Dacht je nou werkelijk dat je me omver kunt krijgen, kleintje? Zeg, wat wil je nou eigenlijk? Jou. Ik denk er niet aan. Wat denk je wel? Dat ik een abonnement heb of zo? In ieder geval wel op het openbaar vervoer. Nee, even leuk. Ja, het wordt nog veel leuker. Maar, ik merk dat je dringend verstopt wordt overal. Maar ik zie dat je wel zo druk bezig bent. Kom eraan. Er is wel iemand anders die dat kan doen. Daar heb ik jou niet voor nodig. Moet je spreken, Joyce? Nu. Ik wil niet meer met je praten. Alsjeblieft, geef me 5 minuten. 5 minuten? Geen seconde langer. Ik heb een belangrijk besluit genomen. Ik hou van je en ik wil met je trouwen. Ik ga van Maria scheiden. Niemand hoeft meer met mij te trouwen. Ik ben mijn kind toch al kwijt. Ben je die mooie tijd al vergeten die we samen hadden? Dat ben ik niet vergeten. Echt niet. Nou, laten we dan opnieuw proberen. Uiteindelijk moeten we elkaar toch weer leren vertrouwen. Ja, dat is waar. Ik heb veel fouten gemaakt. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Nou, wat wachten we dan op? Ik wil er eerst rustig over nadenken. En trouwens, je moet eerst gescheiden zijn. Natuurlijk, ik zal er heel veel haast achter zetten. Slaapuur. Nou, ik voel me heel uitgerust. Mag ik wel een uurtje op? Nee, nog niet. Vanavond krijg je nog een slaapuur. Toch niet weer 24 uur, hè? Nee, deze is lichter, maar op 12 uur moet je wel rekenen. Je hebt het zwaar te verduren, het is zowel geestelijk als lichamelijk. Ik moet niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Nee, je hebt geluk dat ze je op tijd hebben gevonden. Maar probeer wat prettiger dingen te denken. Nou, die zijn er nog wel veel in het leven. Kom, niet zo treurig. Hoe oud ben je eigenlijk? 20. En hoe lang ken je die jongen? Een paar jaar. En daarom begrijp ik niet. Ik dacht dat het wat moois was tussen ons. Hij heeft gewoon een dubbel leven gelaten uit de schoft. En ik treur dat ik ben nog ingetrapt ook. Oh, ik wil hem nooit meer zien. Nou, dat hoeft ook niet hoor. Je mag je dame niet meer komen. Dag schat. Rotzak, rotzak, moet je niet staan! Rotzak! Maar! Heb gehoord in de AMC. Hoe kan dat nou? Ik ken dat nou niet meer. Een ene van Dam, van chirurgie. Die heb geloof ik hier gewerkt, hè? Nou, die. Iedereen was blij dat die weg was. Wat is er mis aan? Alles. Ja, dus weet ik toch ook niet mee. Ik wil niet over die ene praten. Verpest als je doet met Dam. Hij is gek op je. Hij is gek op iedereen. Nog het meest op zichzelf. Nou, wat heeft hij al gezegd? Dat hij alles heeft geprobeerd om jou te versieren. En dat er nog niemand gelukt is. Dat is de bestandige wat hij ooit gezegd heeft. En Igor dan? Hij is iedereen niet gevlogen. Er was niets tussen ons. Zou je geen anders wel zoenen? Ja, ik was hem zo ondertoon van jaloezie. Waarom laat jij door de kans zoenen? Dat weet ik veel. Misschien omdat hij de beste van de slechtste is. Is er nou niet iets beters? Maak je soms reclame voor jezelf? Ik heb geen reclame nodig, dacht ik. Oh man, ik hou van. Wil je met me trouwen? Oh, alsjeblieft, trouw met mij. Wat? Je hebt me helemaal voorgesteld. We kennen elkaar amper. Het liefst vandaag wil ik nog met je trouwen, maar dat kan niet. Vond je wel helemaal lekker? Ik vond het heel lekker. Nou, wil je of wil je niet? Ja, toch. Ik wil het. Zo, hoe is het met je? Goed hoor. Een lekker bakje koffie van me? Ja, lekker. Ja? Alsjeblieft. Ja. Wil je zonder nodige zaken bij jou denken? Nee, goed hoor. Nee. Wees zo. Wil je al misschien een bakje koffie van je? Ja, is goed. Ja? Kijk eens, ja, het is lekker. Ik ben dokter, maar niet meer te doen.
Heb je niks anders of zo? Dit is toch niks? Dit is vlucht. Nou, ik heb hier niks anders. Nee? Nee. Helemaal niks. Cool. Zal ik ook wat voor je opzoeken in de bibliotheek of zo? Ja, dat is leuk. Doe je veel. Waar hou je een beetje van met zo'n boeken? Detective ik wel. Ja? Ja. Als ik naar de reclame met Ron brengen, dan kom ik het wel even naar toe brengen. Even zo tussen neus en lippen door. Oké. Okay. Ja? Ja. Dan wil ik je eigenlijk nog een vraag. Heb je geen familie of zo? Want ik zie er als nooit vier mensen op bezoek bij ons komen. Nou, alleen een vader en een zus. En mijn vader, conclusie, dat komt ook door die de beuken. Kan dat moeten luisteren, gelijk? Zal ik een keer voor je opbellen, dat jullie met z'n tweeën goed maken of zo? Nee, nu nog niet. Als je dit hoort, dan vermoord ik Klaas. Weet ik nog, zou ik eens een keer, na zo weinig bezoek heb, zou ik een keer af en toe even langskomen bij. Even met je praten, met je maken en zo. Nou, als je is dat wel zo... gezellig of meer? Ja, vind ik heel leuk. Vind ik heel leuk. Ja? Dat is nou, dat is afgesproken. Okay. Goed? Ja. Oké, doei. Dus Johnny, als ik alles goed gehoord heb, is de love story met een happy end geëindigd. Ik ben hier over je te hebben. Over Joyce natuurlijk, man. Ze gaat met Igor trouwen. Trouwen met Igor? Dat geloof ik niet. Trouwens, Igor is getrouwd. Ze hadden gisteren moeten scheiden, hè? Ja, daar zijn ze al mee bezig. Het zou heel snel geregeld worden. Ah, kop op, John. Op pech gaat. Je beurt komt wel. Ja, dat kun jij makkelijk zeggen, ja. Johnny, ben jij een goede film vanavond? Ga je mee? Nee, liever niet. Allemaal liever met rust. Ik begin te geloven dat hij echt gek is op die Griet. Ja, vergeet niet dat zijn ego een flinke deuk heeft opgelopen. Hij wilde als eerste met Joyce trouwen, terwijl niemand wist van wie het kind was. Ja, maar het moet hard aangekomen zijn toen jij het zo vertelde over Igor. Ja, wist ik veel. Ik dacht dat hij dat al wist. Dat hij blij was dat hij er vanaf is. Hij is toch veel stil om een vadertje te spelen. Hij had er spijt van gekregen. Nee, dan ben die van Gijssel. Die is linkse van allemaal. Die komt er even binnenwaaien en die pikt zo'n toetje in. Nee. Jawel, volgens Francis heeft hij altijd huwelijk gevraagd. Het is niet waar. Wel? Nou, dan moet ik het mijne van hebben. Dat moet Francis mij maar eens haar van uitleggen. Arthur van Gijssel, geboren te Amsterdam. Neemt u tot uw wettige echtgenote Mona Ilona Bodemeijer, geboren te Volendam. En belooft u plechtig alle plichten te zullen nakomen die de huwelijkse staat met zich meebrengt. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Mona Ilona Bodemeijer, geboren te Volendam. Neemt u tot uw wettige echtgenoot Arthur van Gijssel, geboren te Amsterdam. En belooft u plechtig alle plichten te zullen nakomen die de huwelijkse staat met zich meebrengt. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Ik, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, dat u in de echt aan elkaar bent verbonden. U kunt nu de ringen wisselen. Alexander Igor Paletti Vidal Ferreira, geboren te Amsterdam. Neemt u tot uw wettige echtgenote Joyce Klop, geboren te Amsterdam. Is hierop uw antwoord? Ja. Joyce Klop, geboren te Amsterdam. Neemt u tot uw wettige echtgenoot Alexander Igor Paletti Vidal Ferreira, geboren te Amsterdam. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, dat u in de echt aan elkaar bent verbonden. U kunt nu de ringen wisselen. Die de laatste maanden hier hebben plaatsgevonden, geloof ik dat de zon weer door de wolken is gebroken. Laten we gezamenlijk het glas heffen en deze bruisbare
een heildronk uitbrengen. Of deze twee geweldige chirurgen en prima verpleegsters. Wij hopen dat de toekomst jullie veel voorspoed zal brengen. Heeft dit glas op een lang en gelukkig leven.